Yo, Gianon hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F2021 My Team Career Mode. We gaan naar verder in Canada, aflevering 5. Helaas is de kwalificatie een fout geworden. Ik heb die opname helaas permanent verwijderd, dus kan ik niet meer terughalen. Dus eerst de intro, dan gelijk door naar de race. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F2021 content. Schakel ook gelijk het belletje aan als je geen enkele aflevering meer van mij mist. Like hem als jij hem leuk vond, dislike hem als jij hem niet leuk vond. Volg me ook even op sociale media, maar gebruik hem in de beschrijving. En dan gaan we gewoon gelijk door naar de wedstrijd. Hello and welcome to the Isle Notre Dame once again for what promises to be another incredible Canadian Grand Prix at a fiercely competitive circuit, where pole position can often be decided by less than a tenth of a second. We'll be seeing top speeds of around 210 miles an hour here at the Circuit Gilles Villeneuve, with around two-thirds of the lap taken at full throttle. High-speed chicanes spell potential danger, especially at the infamous Wall of Champions. And watch out for overtaking into the hairpin and the final chicane. It's just about time to go to the track for the beginning of the race, but before we do, Anthony Davidson, what types of strategy do you think we can expect for today's event? Well, there's a lot that both the driver and the team have to keep in mind when going into a race. The tyres, fuel, energy recovery systems, the list goes on and on. But I think the key to today's victory will come down to the pit stop strategy. Come in too soon and you might find yourself needing more than one stop. Too late and you're putting yourself at a disadvantage by spending longer on worn tyres. It's time to take a look at our starting grid for today's race. Lewis Hamilton lines up on pole position, edging out Max Verstappen, who'll start from P2. Moving on to the rest of the grid, we have Bottas, Perez, Daniel Ricciardo, and Norris, Leclerc, Tsunoda, Gasly, and Carlos Sainz, Vettel, Stroll, the Professor, and Raikkonen, Ocon, Giovinazzi, George Russell and Fernando Alonso, Latifi, Mick Schumacher, Mazepin and Christian Lundgaard. It's almost time for those five red lights to go out. Then let's see who can prevail today. After the points finish last race, let's aim to keep the momentum going. Het momentum moeten we meenemen in deze grote prijs om punten te pakken. Strategie is soft, medium, medium. We nemen extra fuel mee om hard te kunnen pushen. Daar gaan we dan voor de vijfde aflevering van My Team Career Mode. We starten op een P13 in Canada. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen beter weg dan Lance Stroll. Zit al gelijk aan die binnenkant. We komen gelijk aan de binnenkant bij Carlos Sainz. Gelijk zegt Jeff dat we wat power hebben verloren vanwege de ICE-problemen. Die moeten worden vervangen in de volgende wedstrijd misschien. Vettel konden we net niet aanvallen, maar we kunnen wel een beetje naar hem toe rijden. Dat is tenminste wel goed. We staan op een P11. Kijk aan de buitenkant bij Vettel. Lukt dat? Dat lukt. Net. Nou, Vettel geeft niet op en komt terug. Ook Sainz valt aan, maar wij remmen als laatste en dat is een P10. We hebben een punt te pakken en dat moet gewoon zo blijven, want dat zou onze tweede puntfinish van het seizoen betekenen. We remmen daar wel dicht naar Gasly toe. Vettel doet daar een aanval aan die binnenkant, maar het is niet gelukt. Het is geel, gele vlag. Het is weer opgelost en dat is maar goed ook. Gasly is de volgende. We hebben ons overtake hadden we aanstaan. Gasly verdedigt die binnenkant. Nemen een klein beetje bocht mee. Krijgen ook een corner cutting. Zitten in ronde nummer 2. En daar komen we dan met een aanval op Pierre Gasly. Laten hem mooi naar buiten rollen. En Gasly spint. Gasly spint op ons achterwiel. En neemt een aantal auto's mee. Safety car is op de baan geroepen. En Mick Schumacher is volgens mij uitgevallen. We gaan weer onderweg in ronde nummer 5 van de wedstrijd. We staan op een P9. En Charles Leclerc is de volgende. We schieten ons een
klein beetje door. We remmen ons een klein beetje door. Daardoor kan Carlos Sainz krijgen aan die binnenkant. Maar daar was geen ruimte. Heeft ons wel geraakt. Stroll naar P10. Nou, dat was dus een probleem met een auto. Die is dus weggehaald door een marshal. En geen safety car op dit moment. Hebben heel veel last van onderstuur. Volgens mij heb ik een voorvleugelprobleem. Maar ik kan niks zien. Stroll kan kijken bij ons. En we verliezen wat tijd. En het gat wordt alleen maar groter ten opzichte van Charles Leclerc. Stroll zit daar aan die binnenkant. En is er voorbij. We remmen wel laat naar de Canadees weer toe. Laten hem uitrollen. En nog steeds P9. We gaan hier niks cadeau geven. Want punten zijn oh zo belangrijk voor ons. In Baku hadden we onze beste resultaat behaald. Dat was een chaotische wedstrijd. En hopen dat dit dan ook zo'n chaotische wedstrijd wordt. Stroll kan niet aanvallen. Dat is maar goed ook. Max Verstappen zet een 1.11.5 neer. Wij noteren een 1.14.0. Pitwindow gaan we bereiken. We gaan naar de medium banden. En volgens mij heb ik een voorvleugelprobleem. Want ik heb zoveel downforce verlies. Ik ben heel traag in de bochten. En we verremmen hier ons. En Stroll is er voorbij. In ronde nummer 7. En we staan op een P10. Komen daar wel terug bij Lance Stroll aan die buitenkant. Lukt dat? Beetje wielbengen met elkaar. En dat lukt. P9 is weer van ons. Charles Leclerc duikt naar binnen. Voor zijn eerste pitstop van de dag. En DRS is weer ingeschakeld vanwege die safety car. Dus de achtervleugel kan weer worden gebruikt. We zitten in ronde nummer 8 van de wedstrijd. Stroll zit in de slipstream. Maar kan niet aanvallen. Duikt wel naar binnen. Nee, sorry. Dat was Ocon die naar binnen dook. Stroll zit daar aan mijn binnenkant en is er voorbij. Maar we komen wel terug. En laten hem daar mooi uitrollen. Duwen Stroll daar gewoon compleet van de baan. De race director zegt er niks over. Dus dan vind ik het legaal. En we komen dus na deze ronde naar binnen. Duiken dus naar binnen in ronde nummer 9 van de wedstrijd. Stroll zit daar aan mijn buitenkant. En hij duikt ook naar binnen. Dan gaat het hier dan in de pitstraat om. Kijken wie de snelste pitstop heeft. Stroll gaat naar de medium compound. Go, go, go. 1,9 en we komen mooi voor Lance Stroll de baan op. We hebben een plekje gewonnen in de pitstraat. Dat is heel goed. Uitstekend werk van het team. En we hoeven nog maar één stop te gaan. En dan zit deze wedstrijd er alweer op. Ze rijden dus op de medium compound. Ik dacht, we zitten op de medium compound, maar we rijden op de medium compound. Lance Stroll zit in mijn slipstream. En hij is heel snel. Okay, clear. Oh, geel! Het is daar geel! Er was iets gebeurd. Er was iets gebeurd met Lance Stroll. Stroll verdwijnt. Virtual Safety Car is uitgeroepen. Daar is iets gebeurd. Gelukkig hebben we replay. Oh, Stroll heeft een moment. Stroll heeft een groot moment op het rechtstuk. Knalt daar gewoon de muur in en gaat niet de pits in. Stroll gaat niet de pits in en moet dus met een kapotte neus verder. Een hele ronde lang. Dat is oh zo dom. Had dan gelijk de pits ingereden, man. Kom op. Maar een heel raar moment van Lance. Hij was hem gewoon kwijt toen, ja, toen hij in mijn slipstream kwam. En ik denk dat dat dan de boosdoener is. Mazepin naar binnen. Vettel nu achter ons. En diezelfde Vettel gaat een aanval doen in ronde nummer 12 van de wedstrijd. Zit er aan de buitenkant. En we verremmen ons een klein beetje. En dat betekent dat Vettel die plek heeft afgenomen van ons. Kunnen wij terugkomen met overtake? Lukt dat? Dat lukt net niet. Max Verstappen zet wel weer de snelste race onder neer. Perez pakt hem af.
We kijken er wel aan de binnenkant van Vettel en dat is mooi gelukt. Over die curbstones heen geschoten. Ocon duikt naar binnen voor zijn pitstop. En wij gaan ronde nummer 13 alweer in. Vettel kijkt daar wel aan die binnenkant. Vettel, daar is geen ruimte. En Ocon komt daar net achter ons de baan op. Dus dat wordt nog spannend tussen die twee. Net niet die muur geraakt overigens. Groen in sector 1. 2/10 sneller, dat is goed om te zien. We rijden op een P14. Dus geen punten tot nu toe voor ons. Vettel zit in de slipstream. Kijkt dan naar de buitenkant. Remmen later dan de Duitser. Laten we hem daar mooi uitrollen. En dat betekent dat Ocon en Vettel nu met elkaar zitten opgescheept. Die gaan dus nu knokken voor P15. En wij dus nog steeds naar een P14. Nicolas Latifi rijdt nog steeds rond op die medium compound volgens mij. Is daar geel? Er is iets gebeurd. Er rijdt daar iemand langzaam. Dat is een rode stip. Dat is Christian Lundgaard. Christian Lundgaard uitgevallen in de wedstrijd. Jammer, maar helaas voor mijn teamgenoot. Ziet er een klein beetje door. En Ocon kijkt hier aan die binnenkant. En wij blokkeren hem heel mooi. Lundgaard is uitgevallen. Ocon keek daar wel hoor. Hij wou het daar gewoon proberen, maar ja, vergalopeerde zich. En ja, mijn ingenieur zegt nu ook, Christian is uitgevallen in de wedstrijd. Dus moeten wij punten gaan zien te houden en zien te halen voor ons. Dit zijn in één keer 3 dik op dat heel irritante punt. Dat was Kimi Räikkönen. Ik dacht dat het Vettel was en Ocon. Räikkönen en Ocon keken daar. En we schieten een klein beetje door. Maar dat is geen probleem. Helaas zitten we niet in de punten. P13. Er moeten nog een aantal jongens naar binnen. Maar ik ben bang dat wij er niet aan te pas komen helaas. Groen in sector 1. Latifi heeft een voorsprong van 5,4 seconden naar ons. Dus die zit wel safe. Wij voelen de druk van Esteban Ocon. Dat gat is maar 2/10. Dus moeten wij het heel kalm en heel rustig aan doen. Ocon zit er aan die binnenkant. Heeft DRS. En is er voorbij. We remmen wel later dan de Fransman. Laten we hem daar mooi uitrollen. En nog steeds P13 van ons. Räikkönen kan gelijk meekomen met ons. En valt Ocon aan. In ronde nummer 17 zit Ocon daar aan die binnenkant. Maar wij duwen hem daar wijd. Het is daar geel. En heeft Kimi Räikkönen geraakt. Esteban Ocon heeft Kimi Räikkönen geraakt. De safety car is uitgeroepen in de wedstrijd. We duiken naar binnen voor onze laatste pitstop in ronde nummer 18 van de wedstrijd. Gaan naar de harde compound. En gaan hierop de race uitrijden. Räikkönen dus uitgevallen. En we moeten ook een nieuwe neus. Complete, go now. En we komen dus als ene laatste weer de pitstraat uitgereden. That was our last stop. No more scheduled pitstops. En we hebben Nikita Mazepin voor ons. Die rijdt op de softbanden. Interessant. Want er zijn nog 18 rondes te gaan ongeveer. En met 18 rondes op een softband, dan ga je niet redden. De safety car is weer naar binnen aan het gaan. De leider in de wedstrijd mag het tempo gaan bepalen tot aan de finishvlag. En wij zijn nu bij Nikita Mazepin toegereden. We gaan weer racen, racen, racen. Het is groen, groen, groen hier in Canada. En we kijken bij Nikita Mazepin. Lance Stroll kijkt mee trouwens. Die zit er aan die binnenkant. Stroll wurmt zich er gewoon langs. Door ons gewoon aan de kant te duwen. En we rijden op de laatste plek. Een P18. En we moeten dus naar Lance Stroll zien toe te rijden. Daar ook aan te vallen. En dan zijn we er weer voorbij.
Maar dat gaat zo makkelijk nog niet, want onze auto is gewoon nog niet top. En Stroll rijdt gewoon weg van ons. Het gat is 16e. Heeft daar wel Nikita Mazepin voor zich? Dat betekent dat Mazepin Stroll gaat ophouden. En wij kunnen er dus weer naartoe rijden. We doen hier een hele bolde inhaalactie op Mazepin en Stroll. En we zijn er voorbij. Stroll kan gelijk meekomen met ons. En dat is P16. De volgende heet Pierre Gasly. Het gat is 17e en hij rijdt op medium banden. Heeft Carlos Sainz voor zich. Het gat naar Gasly is inmiddels 4 seconden geworden. We voelen de druk van Lance Stroll in ronde nummer 26. Stroll kijkt er aan die binnenkant en is er voorbij. Nou, Stroll laat daar gewoon nauwelijks ruimte voor ons over. Maar we behouden onze positie. Dat is goed om te zien. Ik denk dat we Pierre Gasly niet meer kunnen aanvallen, want dat gat is gewoon veel te groot. Het gat is 5,1 seconden en dat wordt alleen maar groter. En Bottas komt dichterbij, want die heeft een pitstop gemaakt en is terug naar P13. Rijdt op de harde banden, is sneller dan ons, maar we hebben hem in Spanje mooi afgehouden. Kijken of dat nu ook kan in Canada. Zit er wel heel erg dicht op ons. Kijk naar de buitenkant, daar is gewoon ruimte. Hij is aan mijn binnenkant. We remmen heel laat, sturen ook heel laat in. En Bottas kan nog niet aanvallen. Want hij zit net iets te ver weg. We hebben volgens mij een ICE-probleem. Dat zie je rechts in het midden van het scherm, zie je een oranje dingetje. Dat is een component die beschadigd is geraakt. Terwijl Gasly naar binnen duikt. En Bottas zit te kijken in de slipstream en is er gewoon voorbij. Kunnen we laten remmen naar de fin? Jazeker, en laten hem hier gewoon mooi staan. De deur niet openzetten voor Bottas. Hij mag er niet voorbij. We zitten nog wel aan die binnenkant van ons. Een beetje wielbengen met elkaar. Wie remt er als laatst? Wij, maar we snijden de bocht een beetje af. Maar we hoeven die plek niet terug te geven aan Bottas. Interessant dat dat zo werkt, want Vettel had een ander probleem in 2019. Precies bij diezelfde bocht. Bottas zit te kijken. Rijdt trouwens ook op die harde banden. Ik weet niet of ik dat dan had gezegd, maar hierbij de bevestiging. En hij kijkt naar die binnenkant. Ook Lance Stroll zit te kijken. We remmen laat naar Bottas toe. En we laten hem gewoon uitrollen en een betere exit pakken dan de Finn. Zo doen we dat. En nog steeds is P11 van ons. Kan Bottas in de slipstream komen en een aanval wagen? Dat kan niet zeker. Zit aan die buitenkant. We proberen hier gewoon terug te komen. Raken Bottas gewoon. Oh, Lance Stroll heeft de muur geraakt. Lance Stroll heeft de muur geraakt omdat Bottas daar tegen hem aan beukte. Het is een beetje pingpongen met elkaar. En dat mag ook, want het is gewoon leuk. Nog steeds een P11. Ik denk niet dat we naar Carlos Sainz kunnen toerijden. Het is net te ver weg. Vettel dit keer. Ga het proberen aan die buitenkant. Dat lukt gewoon niet, Seb. Dat weet je ook wel. Dan moet je het aan die binnenkant proberen. Want buitenom gaat nou eenmaal niet. Rood in sector 1. 2/10 langzamer. Maar dat is geen probleem. Wat wel een probleem is. We rijden niet in de punten. Met nog 500 te gaan. Gasly heeft Vettel veroverd voor P12. Even terug naar ons. Ik wil wel in de punten rijden. En dat is nu niet het geval. En dat vind ik jammer. Want ik had het wel verwacht. Naar die uitstekende kwalificatie van ons. We gaan zo meteen ronde nummer 31 alweer in. Gasly zit te kijken. En die kennen wij van Baku. Want toen reed Gasly ook naar ons toe. In de slotfase van de wedstrijd. Toen kon hij niet aanvallen. En hopelijk dat dat nu ook niet kan. Omdat we de auto proberen zo breed mogelijk te houden. Daar waar het kan en daar waar het mag. Valtteri Bottas. Ik wou even zeggen Max Verstappen. Maar het is Valtteri Bottas. Zet de snelste raceronde neer. Die is ook naar binnen gegaan voor een setje soft? Vraagteken, weet ik niet zeker hoor. En Gasly zit daar gewoon met een aanval. Kan daar gewoon naar ons toe rijden. Kijk naar die binnenkant. Is er niet voorbij, want we remmen laat. En Gasly moest daar gewoon even op de rem. Anders had hij
een spin of een voorvleugel beschadigd of een lekker band opgelopen door ons rijgedrag. 14,0 seconden is het gat naar Carlos Sainz. Ja, dat kunnen we dus niet meer dichtrijden. Dat vind ik nou jammer. Want ik wou hier graag punten scoren in Canada. Helaas is dat niet zo gegaan vanwege de strategie, vanwege de fouten, vanwege de safety cars, noem maar op. Allerlei factoren die meespelen. En ook Pierre Gasly die hier probeert aan te vallen bij ons, maar dat lukt gewoon niet. En we gaan ronde nummer 32 alweer in. Nou, Gasly doet het er op de exit. Ook Vettel probeert het daar aan die buitenkant. We remmen laat naar Gasly toe en duwen hem gewoon opzij. En Vettel kan daardoor aanvallen bij Gasly. Gasly en Vettel knokken voor P12. Wij rijden nog steeds op een P11. Oeh, Gasly. Die reed daar net niet tegen ons aan. Het was heel close. En Vettel probeert het dit keer aan die binnenkant. Ook Gasly probeert het aan de binnenkant. We remmen als laatste van de drie. En Gasly raakt ons daar meerdere keren. Ook Ocon bemoeit zich ermee. Het is hier een heel gek iets wat hier gebeurt in Canada. We hebben een waarschuwing met Esteban Ocon. We werden het toucheren van zijn Alpine. Vettel en Ocon knokken voor P12. Wij nog steeds op een P11. Daar zit Ocon dan. In ronde nummer 34 aan die binnenkant. Maar hij laat hem gewoon niet staan. We schieten daar wel door. En Ocon kan achterlangs terugkruisen. Gooi je onze overteken op aan om een betere snelheid te krijgen. En we doen hier iets heel moois. Snijden gewoon die bocht af. En het is gewoon P11. Ocon kan daar niet kijken aan die buitenkant. Wij blokkeren hem daar gewoon. We zitten trouwens in de ene laatste ronde van de wedstrijd. Ocon kijkt daar naar die buitenkant. Ook Vettel doet een aanval aan die binnenkant. We remmen als laatste van de drie. En dat is nog steeds P11. Ik wil hier gewoon niks cadeau geven in Canada. Die plek is mij zo belangrijk. Want dat gaat ons wat hopelijk een paar aantal posities omhoog gooien. Omdat we meerdere P11 hebben gehaald dan bijvoorbeeld Vettel of een Ocon of een Bottas. Ik noem maar wat. Trouwens, Bottas is naar P12, rijdt op die softbanden en pakt dat snelste race van het punt af van Max Verstappen, die de wedstrijd trouwens gaat winnen. Zit hij trouwens in de laatste ronde van de wedstrijd? Volgens mij wel. Bottas kijkt daar wel naar die binnenkant, ik zag het te laat. Maar Bottas moest daar even op de rem. Wij zitten nu trouwens in de laatste ronde van de wedstrijd. Waar is Max? Die is nu bij sector 2 en heeft volgens mij een Alfa Tauri voor zich. Bottas kijkt er aan die binnenkant. Maar wij hebben hem daar mooi op de exit te pakken. Moet je het hoofd gewoon cool zien te houden. En dan is deze wedstrijd gewoon voorbij. Dan gaan we door naar Frankrijk. Hopelijk dat het iets moois gaat opleveren. Schiet er wel een klein beetje door. Verstappen wint de wedstrijd in Canada. Zijn hoeveelste overwinning van dit seizoen? Geen flauw idee, maar het is heel veel. En Bottas is er voorbij. Ook Ocon doet een aanval, wij remmen daar weer als allerlaatst en dat is gewoon P11. Volgens mij heeft Max 3 overwinningen nu totaal geboekt tot nu toe. Bahrein, Spanje en ik denk nu gewoon, waar is het, Canada? Of heeft hij ook in Monaco gewonnen? In Baku niet, dat weet ik wel. Overtekenen op aangezet, wij kunnen gewoon rustig gaan afsluiten. Ik verwacht niet dat Bottas nog een aanval gaat doen. Nee hoor, want wij verdedigen gewoon. Dat betekent dat wij op een P11 finishen. Niet naar de punten helaas. Bottas houden we in het gedrang. Want hij kan niet aanvallen bij ons. Dat betekent dat we geen punten scoren in Canada. Mijn spraak is helemaal op, zoals te horen. Op naar Frankrijk. That's it then for another magnificent Canadian Grand Prix, and they've hung on to take a sublime victory here today. Anthony, tell me, what was it that helped them achieve this success? Well, they played the safety car to absolute perfection. There are so many factors to worry about once the race is neutralized. I mean, do you pit for fresh rubber? Do you have the space behind you? How much fuel can you save? If you answer all of those questions correctly, you'll have a good chance. And that's exactly what happened today. Red Bull put up an outstanding fight for the front position today, and it's great to see it paid off for them. They do so much for the sport that you can't help but be delighted by today's race win.
things have changed. Today's performance means de uitslag van de wedstrijd. Verstappen wint de wedstrijd. Hamilton naar P2. Ricciardo naar P3. We zien een error in het scherm omdat een replay niet kan of een highlight niet kan worden gesaved. Boeien, boeit niemand. Wij dus naar P11 met de snelste race rond het punt. Dat gaat naar Valtteri Bottas. McLaren naar 4, Tsunoda 5, knap gedaan. Alonso 7, Giovinazzi 8, Norris 9, Sainz 10. En ons teammaatje uitvallen. Helaas, helaas, helaas. Maar goed, deze aflevering zit er alweer om, mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze video. Heb jij genoten, benoemd dan zeker met een like. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F2021 content. Schakel ook een like en belletje als je geen enkele aflevering van mij mist. Laat de push naar die 100 abonnees, dus ben jij gewoon nieuw. Of ken je iemand die F1 leuk vindt? Ja, abonneer dan op mijn kanaal. Zo simpel is het, meer kan ik er niet van maken. Volg je me trouwens op sociale media? Nee, gewoon even doen, mijn gebruik dan in de beschrijving. Dit was het journaal, mensen. Tot de volgende keer bij F2021. Ik verder met Breaking Point en My Team Career Mode.